Daphne, waar is jouw Touch of Africa vanavond? Heb je even? Dit is mijn tas. Waar is die van? Hij is van Jimmy Choo en hij heet de Daphne. Dus nou ja, ik denk die moet mee. En hij heeft ook nog Nel Veerkamp motief. Dus hij is helemaal Touch of Africa. Ik ben wel heel kleurrijk gekleed. Dat vind ik ook wel heel Afrikaans. Maar een Touch of Africa specifiek, ik kon het niet vinden. Ik vond het zoiets zonde van de look om het dan helemaal weer met armbanden te gaan bekleden. Dus ik had zoiets van, laat maar. Wat heb ik aan? Nou, het eigen pakje. Zoals gepland, zoals de leeuwen, Lion King. Mijn Touch of Africa zit in mijn hand en in mijn zijn. Ik ben een enorme Afrika-man. Dus dat zit er echt wel in. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb hem meegenomen. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik al die verkleedpartijen zie, dan word ik er altijd een klein beetje misselijk van. Dus... Heb je Mike al gezien? Ja. En Mike, wat vond je daarvan? Hartstikke leuk. En Mike is geweldig en is ontzettend lief. Maar dat zou ik persoonlijk zelf nooit aandoen. Want dan wordt het verkleden. En ik hou niet van verkleden. Ik vind het altijd leuk als mensen er heel mooi uitzien. Het enige is dat Mike er enorm mee weg kan komen. Dit is wel weer wat anders. Weet je, het is niet zo iets wat je 1, 2, 3 in je kast hebt liggen. Althans, de panterprinten die liggen er wel. Maar we dachten, laten we het eens anders doen. Want ik heb het met hulp van Dani gedaan. Eerlijk is eerlijk. En dan komt dit eruit. Dus het past wel bij me, ja. Ik heb een jurkje van de tweedehands winkel aan. Ik zocht iets met Afrika. En dat had ik niet. Dus ik ben gaan kijken. En toen... Nou, dit is super ordinair, dus ik dacht het is heel geschikt voor de avond en het is Afrika. Ik heb geloof ik 16 jurkjes aangehad. En dat ik dacht, ik ben normaal echt heel snel met beslissen, maar deze keer duurde het ietsje langer op een of andere manier. En toen kwam deze en toen zei ik, ja, met de print en het thema van vanavond, dit wordt hem. Dit is een vorm van een struisvogelei, maar dan bewerkt en dit enkel bandje. Dus ik wist dat heel veel mensen in tijger zouden komen en in een zebraprint. En toen dacht ik ga het toch iets subtieler aanpakken. Ik heb een jurk aan van Irene Heldens. En dat is een jonge Nederlandse ontwerpster die couture maakt met een etnische twist. Dus ik vond het voor vanavond heel erg gepast. Ik heb een jurkje van Patricia Pepa aan. En dat is toch wel mijn favoriete merk. Dus ik was blij dat er iets tussen hing wat ja, ook weer van toepassing is op een Touch of Africa. En deze kleine Touch of Africa die heeft mijn stylist Manon meegenomen uit Londen. Nou, dat is nogal een verhaal, want mijn Touch of Africa zou een vriendin zijn, maar die is er niet. Dus mijn Touch of Africa is thuisgebleven.